Nou jongens, nog een half uurtje en dan zijn we bij de Granny. Vinden we dat spannend? Ja, ik vind het heel bijzonder om haar te ontmoeten. Ja, we gaan daar naar binnen. Er is een tijd geweest dat ze heel lastig voor haar broer kon zorgen. Het is waarschijnlijk te wijten geweest aan een infectie in de hersenen, waardoor haar broer nu verstandelijk beperkt is. Hij kan nog niet zijn veters strikken. Dus eigenlijk alles wat er gebeuren moet met een moeder en een driejarig kind, moet zij doen met een man van over de 60. Dus dit is eigenlijk de douche, de badkamer. Ja, onze campings zijn veel luxer. Ik vind het zo bijzonder. Het is zo'n lieve, warme vrouw. Anna is zelf slechterbeen. Ze is misschien nog niet reuze oud, maar ze heeft reuma. Ze heeft vocht in de benen. Ze kan moeilijk lopen. Ze heeft medicijnen nodig en vaak pijn. Anna is iemand die zelf hulp nodig heeft, maar haar hele leven staat in het teken van juist zorgen voor die ander. Nou, ze is opgenomen in het Adopt a Granny programma. En door dat Adopt a Granny programma kan ze naar de bijeenkomsten van de kerk. Krijgt ze hulp aan huis die bijvoorbeeld boodschappen voor haar doet. Worden er twee keer per jaar worden er briketten of brandhout gebracht, krijgt ze cadeautjes. Dus al die momenten in haar leven zijn heel erg belangrijk. Maar er is één ding nog belangrijker. Iemand die niet de broer alleen kan laten, maar wel af en toe die poort uit moet, die kan nou juist door het programma van Adopt a Granny, kan ze af en toe die stap uit haar huis maken. Komt ze uit haar isolement en zij zegt eigenlijk, dit is mijn leven. Dorcas helpt dames zoals deze. Zij is nu sinds kort opgenomen in het project. En dit zijn ook typisch de grannies die geselecteerd worden door de kerk of de partnerorganisatie of onze vrijwilligers of wie dan ook. Hè. Je wil de armste van de armste helpen. En je ziet duidelijk dat het hier heel erg hard nodig is. Ze vertelde net dat dit is hoe ze leeft en toen we binnenkwamen zagen we de briketten al bij de deur liggen. Dus de briketten zijn al gebracht door Dorcas. Dit is het ergste wat ik heb kunnen zien hoor. Dit is verschrikkelijk. Moet ze niet eens kwart doen. Nou, dat is als je van kijkt. Beautiful! Ja, ik vind het wel mooi. Mooi.